Nou, daar ben ik weer. Weer met een nieuw item. En dit is eigenlijk een combinatie van een blouse en een jasje. Misschien noemen ze het wel blouson, dat weet ik niet. Maar het is wel een heel leuk ding. Het is een dunne spijkerstof, een hele lichte kleur. Dat is wel makkelijk, want spijker op spijker vind je vaak wat moeilijker combineren. Maar als het een lichtere kleur is, dan wordt het in één keer een heel stuk makkelijker om het ook met spijkerstof te combineren. Ik heb de mouwen even opgerold. Dat vond ik er wel leuk uitzien. Er zit onder een machetje aan. Je kunt het echt als een zomerjasje dragen. Maar het is ook heel leuk om het gewoon lekker als een gezellige blouse te dragen. Er is hier niet te dik voor. Het valt ook lekker soepel. Ja, echt een heel mooi ding. Knoopsluiting zit erin. Hieronder een koordje dat je het net wel kunt laten blouzen. En het is één maat. Nou, ik heb maat 38. En je kunt het makkelijk dragen tot en met maat 44. Dat moet met gemak kunnen. Ik zal hem hier ook nog even naar beneden doen. Dat het allemaal hetzelfde is. Het is beperkt op voorraad en dat geldt eigenlijk voor alle collecties die in juni binnenkomen. Want dat is eigenlijk, ja, heel gek, de zomer moet nog beginnen. Maar eigenlijk is dat voor de inkoop het einde van het seizoen. Normaal zijn we dan al bezig met de herfstcollectie. Alleen, het is nog alleen maar herfst geweest. Dus we wachten toch nog of we wat leuke zomeritems mee kunnen brengen. Maar dit is een item waar je in ieder geval nog even lekker door kunt dragen. En waar je in Nederland heel veel plezier van zult hebben. Het is €59,95, beperkt op voorraad en ik wil er zelf ook al eentje, dus één is er al weg. En ik heb hem dan gecombineerd met een shirtje. Ik vind het ook wel heel leuk om er een printje onder te hebben. Dit is een wit shirt, die heb ik in twee maten, maat 1 en 2, om het even makkelijk te maken. Maat 1 kun je dragen bij maat 36 en 38 en maat 2 kun je bij 40, 42, 44 dragen. €29,95 zijn ze, het is een hele mooie print. We noemen hem Bali op de website en we hebben hem in meer kleuren. Want er is ook lichtblauw, jeansblauw, oud roze, keki kleur en dit is dan de zandkleur. Ik heb hem gecombineerd met de Ita 5 Pocket. Dat is een broek die we de hele jaar in de collectie hebben, ook in deze kleur. Ik draag die heel graag ook in de winter. Die gaan van maat 34 tot en met 42. Valt goed op maat. Ik heb gewoon de 38 aan. Er is ruimte genoeg voor een buikje. Ik kan hem echt nog wel zo pakken. Ik vind dat juist altijd fijn, want dan doe ik er een riem in. En dan zit het eigenlijk altijd goed. Dan doe je de riem net niet te strak, want anders creëer je weer een randje waar er overheen rolt. Ben jij gewend dat de broeken strak in de taille zitten, of in de band zitten, ja, dan zul je er ook wel last van hebben, net als met zo'n shirtje, dat je dan zo'n randje krijgt. Nou, daarom is het beter als die broek boven meer dan ruim genoeg is. Net als dit. Ik heb ruimte genoeg over. Het voelt ook gewoon los aan. En dan te zeggen, oké, mijn riem erom, niet te strak, want dan komt er daar een randje over mijn broekrand heen. En het erge is, dan denk je dat je hier smaller lijkt, maar daar lijkt je twee keer zo dik. Dus dat moet je niet doen. Waar dan ook nog is, als je hem kleiner pakt, omdat hij boven losser zit, dan wordt hij achter lager en dan lijken je billen breder. Dus dat is ook niet mooier. Op de benen vind ik, dit zit goed aangesloten. Mag voor mij nog wel uitlopen, dat doet hij ook nog wel. Want ik vind wel, zo'n broek moet gewoon als een broek zitten en niet als een legging. Hier opzij zitten twee naadjes, daar kun je hem aan herkennen. Het is de Ita 5 Pocket 2. Ita 5 Pocket in ecru. Dan heb je de goede te pakken op onze website. We zullen hem ook koppelen bij Perfect Match aan het jasje. Ze zijn €49,95. Ja, ik zou gewoon de maat pakken die ik normaal heb. Betwijfel tussen twee maten en je hebt smalle benen, dan zou ik de kleinste pakken. Lengte maat 32 is het ongeveer. €49,95. De boots, de laarzen, die zijn weer opnieuw binnen. Gelukkig, want er was heel veel vraag naar. Dit is een mooi modelletje, niet te kort en niet te lang. Een rits aan de binnenkant, dus je kan hem makkelijk in en uit. De hak niet te hoog, dus we kunnen er goed op lopen. En het is een vegan leather. Een vegan leather, ja, dat klinkt heel gek, maar zo noemen ze dat. Dat is geen echt suède, het is veel makkelijker in onderhoud. Je kunt het gewoon afpoetsen met een houten afwasborsteltje met wat afwasmiddel. En dan als er straatvuil op zit, en dan horen ze weer als nieuw. En dan gaat mijn suède niet. Eenmaal vies, blijft het vies, krijg je het niet meer schoon. Die zijn €59,95 en vallen heel goed op maat. Je hoeft ze ook niet lang in te lopen. Het gaat eigenlijk heel snel naar je voeten zitten. En ze gaan van maat 36 tot en met 42. Maar ik zag op onze website dat het heel snel ging. Ik weet niet of je maat er nog is. Als de maten uitverkocht zijn, probeer ik ze weer bij te kopen. Maar
Dan moeten we er niet te veel van maat 36 en 37 overhouden. Want die stapel gaat dan groeien en de rest is in een paar uur uitverkocht. En als die stapel blijft groeien, hebben we op het eind van de rit niks verdiend. Dus daar kijk ik altijd een klein beetje naar. Van zijn de kleine maten ook weg, dan kunnen we weer nieuwe meebrengen. 59,95. Nou, we hebben natuurlijk een super fijne webshop. Daar kun je alles terugvinden. En ik maak overal filmpjes van. En dan laten we vaak van alles zien wat erbij past. En dan leggen we de maat uit. Klopt er allemaal met de maat die je hebt? En vind je het mooi? Dan kun je het bestellen. Maar twijfel je over de maat? En vind je het gewoon heel moeilijk om online kleding te kopen? Zou ik het niet doen. Want we hebben een ander retourbeleid dan andere webshops. Je krijgt een waardebon als je iets retour stuurt. Of geld terug als je het naar de winkel komt brengen. En dan kun je daar ook eventueel weer passen. En dan weet je voor de volgende keer iets makkelijker wat je wel en wat je niet kunt bestellen. Ik zou zeggen, ga naar baboe.nl en ga eens lekker rondneuzen. Misschien zit er wel iets voor jou bij.